Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Intussen verzorg ik al meer dan 35 jaar yogalessen in Deventer. En dat is altijd spirituele yoga geweest. En ook mentale yoga. En in het begin werd daar nog wel eens om gelachen. Dan werd er gezegd, wel een beetje zweverig. Of word je daar wel lenig van of zo. Maar yoga is veel meer dan die lichamelijke oefeningen. Want yoga werkt op heel veel vlakken door. Maar ook mentaal. En nu, de laatste tijd met deze crisis, nu zie je pas hoe belangrijk het is dat je ook fit blijft tussen de oren. Je ziet op het ogenblik jeugd wat depressief wordt. Je ziet op het ogenblik veel angsten. Je hebt mensen die zelfs de gekste dingen bedenken. Dat noemen ze geloof ik de complotdenkers of zo. Dus je ziet dat er mentaal op het ogenblik heel veel gebeurt. Natuurlijk ook door die materie. Mensen die geen geld hebben. Mensen die al heel lang geen werk hebben. Mensen die al heel lang niet kunnen knuffelen en zo. En dat dat doorwerkt tussen die oren. En bij yoga, door die lichamelijke oefeningen, wordt het hier ook fit. Maar dat niet alleen. Want die yoga, die mentale yoga of die spirituele yoga, die hebben altijd thema's. En thema's die heel goed doorwerken, dat je mentaal fit blijft, dat is natuurlijk de cursus loslaten. Dat zie je op het ogenblik heel goed bij de complotdenkers. Ieder mens wil graag een einde aan een verhaal. En dit verhaal van het corona, niemand kan het einde bedenken. We weten niet of er nog een variant komt of dat er nog. We weten het niet. Dus het is op leren leven met onzekerheid. En daarom dat loslaten, en dat begint al met het lichaam, dat je voelt dat je spanning maakt, dat je spanning vasthoudt. En dat je spanning loslaat. En dan merk je dat lichaam en geest, dat als je bewust bent van dat vasthouden en dat loslaten van spanning in het lichaam, dat het ook doorwerkt mentaal. Dan merk je dat je steeds gevoeliger wordt, dat je die gevoelens herkent. Dat als jij merkt dat je angstig wordt en onrustig, dat je dan, daarbij ook handelt, dat je weer naar binnen toe gaat. Want wij worden heel vaak angstig door alles wat er om ons heen gebeurt op het ogenblik, de prikkels. Niet dat je daarvoor af moet sluiten 100%, want het is natuurlijk ook niet goed dat je helemaal niet weet wat er op het ogenblik speelt. Maar dat je het in mate toelaat, maar dat je ook voelt wat er bij jou gebeurt. Wat het geeft. De een wordt boos, de ander wordt verdrietig, enzovoort. Dat je dat steeds meer herkent en dat je dan ook handelt. En, misschien is dat nog een beetje zweverig begrip in Nederland, maar dat is het aarden. Ik zie op het ogenblik als therapeut heel veel mensen die niet meer goed geaard zijn. En dat aarden, dat wil zeggen dat je je spanningen kunt loslaten. Dat je goed voor het lichaam zorgt. Dat je herkent dat je te veel in het hoofd zit en niet in het lichaam. En dat aarden, dat werkt ook zo psychisch door. Iedereen zou nu eigenlijk gratis aardingsyoga oefeningen of aardingsoefeningen moeten krijgen. Van de verzekering of van de overheid of noem maar op. Maar helaas, dat doen we nog steeds niet. Dus die psyche, die kun je op allerlei vlakken kun je dat aanpakken. Als we dan toch een beetje zweverig bezig zijn, dan gaan we nog maar even door. Kijk, en dat is, bij de yoga gebruiken we mantra's. Mantra's zijn trillingen. En wij zitten nu in hele onrustige trillingen. En die mantra's, die zorgen ervoor dat de trilling zo is dat er weer balans komt in dat mentale en in dat lichaam. Schiet mij nu te binnen, Tina Turner. Ik ken Tina Turner nog als een wilde meid. En dat ging behoorlijk tekeer.
Maar nu is Tina Turner is boeddhist. En zoek maar eens die mooie mantra's van haar op. Hè? Van die trillingen en vooral die mantra's met de kinderen. Hè? Ja, dan voel je gewoon de energie. En dan hebben we natuurlijk bij de yoga de mudra's. Hè? Dat je de energie op een bepaalde manier laat stromen, waardoor het rustig wordt tussen de oren. Nou ja, kortom, ik ben blij eigenlijk, ja, ik moet een beetje oppassen wat ik zeg, maar die corona, die heeft ook heel veel goede dingen gebracht. En één van die goede dingen is natuurlijk dat we ons nu veel meer bewust zijn van dat geestelijke. Hè? Nu dringt het zelfs door bij de overheid. Hè? Dat we nu niet meer alleen maar beslissingen nemen wat goed is voor de economie. Maar we gaan nu ook kijken van hoe kunnen we anders omgaan met de kinderen, dat die minder spanning krijgen. Of hoe kunnen we omgaan met de ouderen, dat die minder binnen zitten en vereenzamen. Hè? Dus dat zijn goede dingen. En als we dan toch even doorgaan op al dat goede, dat is ook wel, ja, nu realiseren heel veel mensen zich dat we niet goed zijn bezig geweest met die aarde, hè, met de dieren. Hè, dat de footprint van veel mensen veel te groot is. Hè, er zijn nog maar heel weinig mensen die kijken of ze CO2 neutraal leven. Hè. En vroeger ging het om de economie. Hoe vaak heb ik niet gehoord van, ja, zonnepanelen is nog niet interessant, want economisch kan dat nog niet uit. Hè? Terwijl ik had 20 jaar geleden al een zonnepaneel, uit principe. En die hing ook illegaal nog, want het mocht niet van de woningstichting. Hè? En die kant gaan we ook steeds meer op. Hè? Dat we steeds meer, ja, de verbinding zoeken met de natuur. Dat we de verbinding weer meer zoeken met elkaar. Hè? Dat we weer in het verenigingsleven gaan zitten. Dat we meer gaan kijken van wie heeft de hulp nodig in onze maatschappij. En ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie kant van die corona. Hè? Het is een shock, maar we zijn ons wel steeds meer bewust van, ja, zit er ook iets van karma in? Hè? Hebben we dit over ons heen gestrooid? Die corona, hè? Oorzaak en gevolg. En dat we daar nu meer naar gaan kijken. Dus, maar ja, mocht jij eens een yogales mee willen maken, waarbij je merkt dat je niet alleen leniger wordt, maar dat het ook doorwerkt hier. Mijn beste yogadocent zei altijd, ja, een goede yogales, dan word je geraakt van binnen. En dat heb ik altijd onthouden. En dit is nu de tijd dat je je laat raken hier. Dat je lekker je ogen dicht doet, bewust wordt van je gevoelens bij een yogales. En dat je eens nadenkt van, hey, hoe kunnen we anders gaan leven in de toekomst? Nou, en dat kunnen we samen doen en elkaar samen daarin helpen. Met een yoga groet.